vaak wordt er gezegd dat als een vrouw een hoofddoek draagt, dat zien ze al meteen, oh, die is onderdrukt. Die kan geen baan krijgen. Of nou, die zal wel heel moeilijk zijn. Of die zal me geen hand geven. Maar dat beeld klopt niet. Zowel hier in Nederland als in de media wordt dat vaak naar voren gebracht. Dat beeld is echt verkeerd. Want in het geloof staat, de vrouw is gelijkwaardig aan de man. We zijn niet altijd gelijk, maar wel gelijkwaardig. Jullie zijn misschien getrouwd, je hebt misschien een man, je hebt een vriend. Een man getrouwd. Of vriend, allemaal getrouwd? Allemaal getrouwd. Okay. De mannen zijn allemaal aan het werk. Wat als jullie mannen gaan scheiden? Jullie mannen laten jullie in de steek, gaan naar een andere vrouw. Wie betaalt dan voor het huishouden? Dan is er niemand meer. Dus werk zoeken. Oh, dan ga je wel werk zoeken. Ja. De weg naar betaald werk verloopt moeizaam voor vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vrouwen van Turkse en Marokkaanse komaf vormen vaak een risicogroep. Ik wil graag weten hoe dat komt. Verschillende redenen, want de ene heeft een belemmering op de taal. De andere bijvoorbeeld is de thuissituatie lastig of moeilijk. Het traditionele is dus gewoon dat de man werkt en de vrouw automatisch voor de kinderen gaat zorgen thuis. Gelukkig zijn er mensen die hierin het verschil willen maken. Habiba Boanan is al jaren bezig om vrouwen te empoweren. Met haar stichting Prachtcoaching heeft zij al meer dan 100 vrouwen geholpen om te emanciperen en te participeren in de Nederlandse samenleving. Ik ben benieuwd hoe Habiba dit in de praktijk aanpakt. Je kan ook zeggen, nou, ik ben heel lang op zoek naar werk, maar ik ben wel nieuwsgierig en ik leer snel en ik ben klantvriendelijk. Dan kan je alsnog toch nog interessant zijn voor die werkgever, zodat hij jou uitnodigt voor een gesprek. Ja, dus dat is wel heel mooi. Ik herkende mezelf nu in deze vrouwen die ik nu heb in mijn groep. Ik was zelf ook iemand die heel lang niet gewerkt heeft. Na 6 jaar wilde ik toch iets anders. Ik wil toch iets anders doen dan alleen maar moeder zijn. Ik zag wel veel moeders die niet werkten. Ik wilde niet thuis zitten. Nou ja, begon ik als vrijwilliger. En het was altijd met vrouwen. Ik zette projecten op. Ik organiseerde bijeenkomsten voor vrouwen. Maar ik ben toen uiteindelijk wel, had ik een betaalde baan aangenomen. Maar ik bleef altijd betrokken. Zoek naar een baan. Dat je werkervaring opdoet, maar dan op een hele laagdrempelige manier. En ook wendt aan het ritme van werk. Ja. He, want heel veel vrouwen die hier zijn, die hebben heel weinig gewerkt. Of nog nooit gewerkt. Of al 10 jaar niet gewerkt. Dus voor hun is het een heel grote stap om al een afspraak te maken van, nou, nu breng ik mijn kind naar school en ik ga nu aan het werk. Dus het knopje moet echt om. De hamvraag is echter hoe dat knopje omgaat als je als vrouw vooral gewend bent om thuis in de huishouding te werken. Nee, mijn man werkt de hele week. Ja, hij is toestand. Kan ik thuis blijven en ik ga werken? Nee. Jij zou ook fulltime kunnen werken. En dat je man gewoon lekker thuis is voor de kinderen. Voor de kinderen zorgen, kinderen op school ophaalt. Nee? Nee? Nee, gaat nooit ons, gebeuren? Nee, zeker niet. Maar nee. Waarom niet? Nee. Waarom niet? Misschien de eigen zoon. Ja. De man heeft baan in de... Ja. Ja. Ik kan niet goed Nederlands praten. Ik moet mijn kinderen oppassen. Nee, kan niet. Veel vrouwen zijn dat niet gewend. Die zijn gewend alleen maar aan het zorgen voor de kinderen. Ja. En naar de markt of alleen boodschappen ja. doen. Ik doe alles. Boodschappen, schoenmaken, thuisen, kinderen. Ja. Maar dan moet je tegen je man zeggen, jij moet meer doen. Moet je tegen je man zeggen, jij moet meer doen. Ja, toch? Nou ja, dat leren ze hier ook. En ik wilde gewoon economisch zelfstandig zijn. Ik wilde niet altijd mijn hand ophouden. Dat mijn man altijd mij geld geeft. Ja, ik vind dat vanzelfsprekend. Ik wil wel graag mensen inspireren die toch niet aan het werk zijn. En laten zien van, nee, kijk, je kan wel. Naast moederschap kan je ook werken. Want dat levert je meer op
dan dat je thuis zit en niks doet. Eén dag werken? Twee dagen? Kan dat, ja. Ja. Kan wel, maar wel. Hele week, door hele week, nee. Ja, ik vind het zo leuk. Ik vind het lekker thuis. Dus eigenlijk wil jij helemaal niet werken. Ja, ik vind het zo lekker. Thuis blijven en... Ja. Oké. Okay. Terwijl de cursisten gaan lunchen, ben ik nieuwsgierig naar het persoonlijk verhaal van Habiba. Want in hoeverre hebben tradities en opvoeding haar carrière beïnvloed? Als ik met een vriendin naar een feestje wilde, nou, dat mocht niet van mijn moeder. Mijn vader die vond het niet zo erg, maar mijn moeder wel. En mijn vader die werkte altijd en mijn moeder zelf heeft nooit gewerkt. Dus die was altijd met ons bezig. Als kind, als we van school kwamen, dan hebben we altijd heel veel dingen geleerd. Zoals huishoudelijke dingen, nou ja, koken, brood bakken. Ja, zo zijn we gewend eigenlijk. Ik heb 3 kinderen gekregen. Maar toen mijn eerste kind geboren werd, nou ja, ben ik ook minder gaan werken. En na mijn tweede kind ben ik helemaal gestopt. Kijk, en dat zorgzame, dat heb ik natuurlijk ook al vanaf het begin. Dat heb ik wel meegekregen van mijn eigen vader. Mijn missie is om vrouwen zelfstandig te maken. Maar we praten ook over de emancipatie van de vaders. Ik ben zo benieuwd of alle vrouwen die hier zitten, of zij zich gelijk voelen aan mannen. Natuurlijk, ja, dit is 2016, hè? Gelijk aan mannen, soms wel. Ja. Misschien, ja, vrouwen blijven thuis, ja, met kinderen zorgen. Maar toch zitten hier alleen vrouwen die nog nooit hebben gewerkt, of bijna nog nooit hebben gewerkt. 2 dagen per week. Mijn man oppast mijn dochter. Ik kom terug 5 uur, ik werk klaar. Ik kom terug mijn huis, alles blok. Een stukje bewustwording is heel belangrijk. Een stukje bewustwording, ja. Ja, we praten alleen echt om onze week, weet je. Ja. Daarom geen kennis met Nederlandse mensen. Maar hoe komt dat? Want je kan natuurlijk ook naar een sportschool waar ook Nederlandse mensen komen. Maar, of je kan gaan naar een cursus waar ook Nederlandse mensen komen. Maar weet je, wat moeten we weten? Alleen boodschappen of wat nodig? Gaan we Nederlands praten. Als je niet nodig, gaan we echt een taal praten. Maar dat is toch, een beetje dom? Is een beetje dat dom. Dat is waar. Dat is waar. Kan jij veranderen. Ja, ja. Dat is waar. Maar en waarom doe je het niet? Maar dat komt automatisch. Ja. Ja. Kijk, ik ben hier opgegroeid. Soms praat ik wel gewoon Nederlands met mijn vriendin. Ja. Ook al is ze Marokkaans. Maar ik zie veel vrouwen die de taal niet zo machtig zijn. En toch weer teruggaan naar hun eigen taal. En weer hun eigen taal spreken met dezelfde doelgroep, dezelfde cultuur. De vrouwen vervallen niet alleen terug in hun eigen taal, maar er zijn ook andere gewoonten die hun belemmeren in hun zoektocht naar werk. Habiba bespreekt met haar collega-coaches wat de problemen zijn waar ze tegenaan lopen. En ik vraag me af of het cultuurverschil hier ook parten in speelt. Het was een beetje verkeerd gegaan. Ze had wel het contract getekend. Want voor die functie, hè? Kamermeisje. Maar uiteindelijk is ze toch niet gegaan. Of tenminste, ze is wel gegaan. Nee, ja, maar toen zij hoorde dat ze een kort rokje moest dragen. Nee. Maar dat kort rokje, weet je, dat is ook overdreven. Ik ga ook niet mijn benen gewoon laten. Mag je ook een donkere majo dan eroverheen? Nee. Daarom. Als met een panty of iets, dat kan ze wel misschien, maar zo is het, weet je. Ja. In een superkort rokje rondlopen als kamermeisje heeft niet bepaald een functie. Maar wat gebeurt er als bepaalde regels in het arbeidsproces onontkoombaar zijn? Ik had wel een vrouw die moest stage lopen voor de helpende welzijn in het ziekenhuis. Maar zij wilde niet een man helpen. Helpen met douchen. Helpen met douchen. Ja, niet aankleden, maar echt helpen met douchen en het toilet brengen. Maar wat doe je in zo'n geval dan? Wat moet je dan doen? Moet je dat van tevoren aangeven als je solliciteert van ik doe het, maar ik doe alleen de vrouwen en ik doe de mannen niet? Of? Nee, dan gaan ze dan niet voor jou een uitzondering maken. In het ziekenhuis moet je gewoon doen zoals ook andere collega's doen. Maar zij heeft zich ingeschreven, zei ze, bij levenszorg. Ja. En dan komt ze bij islamitische gezinnen thuis. Dat wilde ik net zeggen, dus ook islamitische thuiszorg. Ik vind het belachelijk. Als je een verpleegkundige of een zorg, die zijn zieke mensen, man of vrouw, maakt helemaal niet uit. Ja, nee, in Marokko, precies. Zo denk ik er ook over. Maar hier is het soort
sommige dingen zo... Ja, dat vind ik een beetje... Ik vind zelf dat je dingen... Geloof als geloof heeft niks te maken met dat. Dus, klopt. Geloof is onschuldig. Hier in Amsterdam hebben we zoveel kansen en mogelijkheden. Die moeten we gewoon pakken. Waar het aan ligt is vaak dat die vrouwen het niet weten. Zij weten vaak niet dat die kansen er zijn. En dat heeft te maken met verschillende redenen. Want ik kan niet zeggen dat één vrouw bestaat die, dat is een migrantenvrouw en dus die werkt niet of die weet het niet. Nee, het is allemaal persoonlijk. Want de ene heeft een belemmering op de taal, de ander bijvoorbeeld is de thuissituatie niet lastig of moeilijk. Bijvoorbeeld met problemen met schulden of problemen met opvoeding. En die vrouwen kom ik allemaal tegen op het vrouwenveld of tijdens mijn werk. Die komen allemaal naar me toe. Maar het voornaamste, belangrijkste is dat zij wel alles kunnen doen wat ze willen. Hè? Ze hoeven niet per se fulltime aan het werk te gaan. Maar het is wel belangrijk dat zij stappen zetten. In ieder geval wat zelfstandiger worden. Nou, ik zie de toekomst zelf heel positief. Maar voor de vrouwen wil ik vooral zeggen dat zij ook moeten blijven participeren, al is het maar één dagdeel in de week. Zodat ze niet in een sociaal isolement raken en ook niet een gat in hun cv gaan krijgen.